Zo, dan gaan we nu naar de Vredesfabriek in het klooster. Maar als je veel aangenomen hebt, bijvoorbeeld, kijk, als je 4, 5 of 6 keer met aangeduid, wat zegt hij dan? Dan dat is wel met duizend. Dus wijs ik niet, jij slaat niet graag, hè? Ja. Duits is groot. Hallo mevrouw. Hallo meneer. Wat is dit voor een spel hier? Ja, ik weet niet. Maar wat is het onderwerp dan? Ja, voor oorlog denk ik, of ja. Mening. Hallo. Ja, een mening over wat? Mening over alles, of goed is of niet goed is. Ja, toch? Het gaat over gedrag, hè? Gedrag, ja. Of het... Of het zelf goed vindt of niet, of goed, niet vindt, goed vindt. En hoe je handen conflict oplost. Ruzie oplost. Als je kan oplossen, kan je toch oplossen. Ja. Ja. Wij moeten vrede maken, het is een vredesfabriek. Ja. En waar gaat dit vanuit dan? Ja, dit gaat uit van het Nelson Mandela Festival en de Vredesbeweging. Het Huis van Erasmus, die hebben dat samen georganiseerd. Ja. En onder de noemer van? Het is de Vredesweek, hè? Het is de Vredesweek. En dit heet de Vredesfabriek, dus wij maken vrede. Dus mensen komen eigenlijk in contact met allerlei vragen. Ja. En daar moeten ze dus een antwoord op geven. En het blijkt dus dat oorlog of vrede ook in ons eigen gedrag zit. Ja. Het ene zakje is een vooroordeel. Hey, bijvoorbeeld alle Duitsers zijn gemeen. Hè. Ja. Het andere zakje is een feit. En dus zij moeten kiezen wat feit is, wat vooroordeel. En uiteindelijk moeten de twee elkaar in evenwicht halen. Dan heb je het goed, anders heb je fout gemaakt. Aha. Dan moet je eens proberen, dames. Even kijken. Heel leuk spel. Heb je jammer gedaan? Ja, ja. Kijk. Smaken verschillen, dat is is dat een vooroordeel? Smaken verschillen? Ja. Nee, dat is een feit. Smaken verschillen. Ja. Dat is een feit. Zullen we die bij feiten leggen? Ja. Lees eens wat volgend is, wat staat daarop? De juf weet alles. Is dat een feit of een vooroordeel? Weet je echt alles? Weet de juf alles? Nee. Dat is een vooroordeel. Dat gaan we hier bij de vooroordeel bij. En deze? Even kijken. De meester kan het mis hebben. Is dat feit? Kan hij het mis hebben, de meester? Ja. Ja, dat is een feit. Ja, een feit. Zo. Hallo meneer, wie bent u? Ik ben Etten Meijer. En ik ben van het Nelson Mandela Festival. En samen met de Vredesbeweging, het Huis van Erasmus, hebben wij, naar aanleiding van deze Vredesweek, de Vredesfabriek naar hier gebracht. En de Vredesfabriek, dat gaat over oorlog en vrede, maar vooral over ons eigen gedrag. Over hoe we conflicten oplossen en hoe we onze vooroordelen verminderen of vermijden. Dus het zijn niet de politici die de oorlog veroorzaken, maar wij zelf? Eigenlijk wel een beetje ook, ja. Ja. Het zit ook in ons eigen gedrag, in ons eigen binnenste en buitenste. Heeft iedereen... heb je een vooroordeel? Heb je soms een vooroordeel tegenover iemand? Dat je denkt, ik ken hem niet, maar hij ziet er wel een rare gozer. Dat is een vooroordeel, dat heb je wel. Heb je dat? Of niet? Ja, maar dat kan ergens door komen. Ja, ja. Als je vroeger met iemand ruzie hebt gehad en hij lijkt erop. Hij lijkt erop, dan denk je, god, het zal wel zo zijn. Ja, dat daar komt dat voor. Dat je een vooroordeel kunt hebben, ik denk het wel. Want kijk eens wat er staat. Als je zegt ja, zegt hij, natuurlijk. Iedereen heeft vooroordeel, dat is waar. Hallo Emiel. Maar ik had eigenlijk willen vragen, we hebben het op Nelson Mandela Festival. Ja, deze? Ik weet het niet. Zeg maar, hier staat pesten. Ja. Wat is de vraag? Ik heb toch meest gezocht op het wanneer. Nou beste kijkers, bedankt voor het kijken en tot volgende week maar weer. Heeft u een uitzending gemist? Kijk dan op onze website www.siniakfeyenoord.tv. Ja, en volgende week zijn we er weer. Op dezelfde tijd en dezelfde dag. Dus kras uw kalender aan en kijken. Doei doei!